Hé, hey, wat is dat voor een brief? Hij is aan jou gericht. Wat gaaf! Je hebt de hoofdprijs gewonnen met de prijsvraag waar je vorige maand aan hebt meegedaan. De prijsuitreiking is vandaag op het vliegveld. Ga er gauw naartoe en neem Pavlov mee. Steek de weg over en fiets naar links. Gefeliciteerd, je hebt de opdracht gehaald. Je krijgt er een bordje bij. De vrachtauto staat geparkeerd langs de kant van de weg. Jij staat op de stoep en wilt de weg op. De chauffeur kan jou niet zien als je te dicht bij de vrachtauto oversteekt. Je steekt daarom buiten de gevarenzone van de vrachtauto over, stapt op je fiets en rijdt weg. Steek het kruispunt over. Gefeliciteerd! Je hebt de opdracht gehaald. Je krijgt er een bordje bij. De vrachtauto die links afslaat, kan uitzwenken. Als jij in de gevarenzone van de vrachtauto zit, kan de chauffeur jou niet of moeilijk zien. Blijf daarom altijd rechts en ruim achter de vrachtauto. Ga rechtdoor. Gefeliciteerd! Je hebt de opdracht gehaald. Je krijgt er een bordje bij. Steek het kruispunt over. Gefeliciteerd, je hebt de opdracht gehaald. Je krijgt er een bordje bij. De vrachtauto aan de overkant moet een ruime bocht naar links maken. Hij komt daardoor recht op jou af. Blijf ruim voor de stopstreep en wacht tot de vrachtauto voorbij is.
ga linksaf. Gefeliciteerd, je hebt de opdracht gehaald. Je krijgt er een bordje bij. De vrachtauto rijdt achteruit op een eenrichtingsweg. De weg is te smal om langs de vrachtauto te fietsen. Je komt dan namelijk in de gevarenzone. Stap op tijd af en ga verder op de stoep. Als je ruim voorbij de vrachtauto bent, kun je de weg weer opgaan. Steek het kruispunt over. Gefeliciteerd, je hebt de opdracht gehaald. Je krijgt er een bordje bij. De vrachtauto slaat rechtsaf en kan daarbij de bocht afsnijden. Als jij in de gevarenzone van de vrachtauto zit, kan de chauffeur jou niet of moeilijk zien en jou dus ook afsnijden. Blijf daarom rechts en ruim achter de vrachtauto. Ga rechtsaf. Ga rechtsaf. Haal de vrachtauto in.
Gefeliciteerd. Je hebt de opdracht gehaald. Je krijgt er een bordje bij. Ga rechtdoor. Gefeliciteerd. Je hebt de opdracht gehaald. Je krijgt er een bordje bij. Steek het kruispunt over. Helaas, je hebt de opdracht niet gehaald en je verliest een bordje. De vrachtauto slaat rechtsaf en kan de bocht daarbij afsnijden. Als jij in de gevarenzone van de vrachtauto zit, kan de chauffeur jou niet of moeilijk zien en jou dus ook afsnijden. Blijf daarom altijd rechts en ruim achter de vrachtauto. Ga linksaf. Gefeliciteerd! Je hebt alle situaties veilig doorlopen. En dit is de hoofdprijs. Een splinternieuwe fiets. Nu kun je pas goed het examen doen. O jee, waar gaat Pavlov nu naartoe? Gauw erachteraan. Maar pas op voor de vrachtauto's. Steek de weg over en fiets naar links. Gefeliciteerd, je hebt de opdracht gehaald. Je krijgt er een bordje bij. Ga rechtdoor. Ga rechtdoor. Gefeliciteerd! Je hebt de opdracht gehaald. Je krijgt er een bordje bij. Steek het kruispunt over. Gefeliciteerd! Je hebt de opdracht gehaald. Je krijgt er een bordje bij.
Steek het kruispunt over. Gefeliciteerd! Je hebt de opdracht gehaald. Je krijgt er een bordje bij. Ga rechtdoor. Gefeliciteerd! Je hebt de opdracht gehaald. Je krijgt er een bordje bij. Steek het kruispunt over. Gefeliciteerd! Je hebt de opdracht gehaald. Je krijgt er een bordje bij. Steek het kruispunt over. Gefeliciteerd! Je hebt de opdracht gehaald. Je krijgt er een bordje bij. Haal de vrachtauto in. Gefeliciteerd! Je hebt de opdracht gehaald. Je krijgt er een bordje bij. Ga linksaf. Haal de vrachtauto in. Gefeliciteerd! Je hebt de opdracht gehaald. Je krijgt er een bordje bij. Goed zo, je hebt Pavlov terug en een medaille voor jouw veilige gedrag in het verkeer met vrachtauto's. Hey, wat is dat voor een brief? Hij is aan jou gericht. Steek de weg over en fiets naar links. Helaas, je hebt de opdracht niet gehaald en je verliest een bordje. De vrachtauto staat geparkeerd langs de kant van de weg. Jij staat op de stoep en wilt de weg op. De chauffeur kan jou niet zien als je te dicht bij de vrachtauto oversteekt. Je steekt daarom buiten de gevarenzone van de vrachtauto over, stapt op je fiets en rijdt weg. Je raakt een bordje kwijt omdat je niet veilig hebt gefietst. Je gaat terug naar het einde van de vorige opdracht.
Steek het kruispunt over. Helaas, je hebt de opdracht niet gehaald. De vrachtauto die links afslaat, kan uitzwenken. Als jij in de gevarenzone van de vrachtauto zit, kan de chauffeur jou niet of moeilijk zien. Blijf daarom altijd rechts en ruim achter de vrachtauto. Ga rechtdoor. Gefeliciteerd, je hebt de opdracht gehaald. Steek het kruispunt over. Helaas, je hebt de opdracht niet gehaald. De vrachtauto aan de overkant moet een ruime bocht naar links maken. Hij komt daardoor recht op jou af. Blijf ruim voor de stopstreep en wacht tot de vrachtauto voorbij is.
Je hebt er te lang over gedaan om bij de volgende opdracht te komen. Je gaat terug naar het einde van de vorige opdracht. Ga rechtdoor. Haal de vrachtauto in. Gefeliciteerd! Steek het kruispunt over. Helaas, je hebt de opdracht niet gehaald. De vrachtauto slaat rechtsaf en kan daarbij de bocht afsnijden. Als jij in de gevarenzone van de vrachtauto zit, kan de chauffeur jou niet of moeilijk zien en jou dus ook afsnijden. Blijf daarom rechts en ruim achter de vrachtauto. Ga rechtsaf. Haal de vrachtauto in. Gefeliciteerd! Je hebt de opdracht gehaald. Je krijgt er een bordje bij. Ga linksaf. Ga rechtdoor. Gefeliciteerd! Steek het kruispunt over.
Gefeliciteerd! Je hebt de opdracht gehaald. Je krijgt er een bordje bij. Jammer, je hebt te veel situaties fout gedaan. Probeer het nog een keer. Misschien krijg je dan wel je hoofdprijs.